Dudok ontwierp in Hilversum zo'n 20 scholen. Iedere school is weer anders. Vaak staan ze midden in de woonwijken, stijgen ze boven de woonhuizen uit, meestal met een torentje. Voor Dudok waren de scholen het sociale en ook het architectonische middelpunt van de wijk. Een rol die elders vaak voor kerken is weggelegd. De Nassau-school heeft drie vleugels. Die beginnen op dezelfde hoogte als de omliggende woningen. En die samenkomen bij de toren. De speelplaats is, net als bij alle andere Dudok-scholen, goed afgesloten van de openbare weg. De Nassau-school heeft meer gekleurde tegels, meer bloembakken en kent meer ongewone vormen dan de omringende woonhuizen die ook door Dudok zijn ontworpen.